Hoe is het nu met? Willem de Goede, ik ben heel benieuwd. Nog steeds specialist in verzekeringen en hypotheken. Even zien hoor. Hey! Goedemiddag alweer, hè? Goedemiddag. Hallo. Henk. Hoe is het, joh? Ja, goed. God, met jou? Ja, uitstekend. Mooi. Jullie tijd geleden, man. Zeker weten. En wanneer was dat ook alweer? Wanneer ben ik hier geweest met ons programma? 2 jaar geleden, denk ik zo'n beetje. Denk ik wel, ja. Tjonge, jongen. Ja, nou, je staat er lekker relaxed bij zo met je kopje koffie. Zeker weten, zeker weten. En, hoe gaat het? Ja, goed. Ja? Ja. Gezond? Dat zeker. Je ziet er lekker gebruind uit, dus het zal... Net op vakantie geweest. Oh, lekker. Met de vrouw en met de kids. Zo. In Tenerife. Dus dat vond ik wel dat we dat verdiend hadden. Ja. Goed, man. Ja. Hey, en ik zag buiten op de raam 75 jaar de Goede. Klopt. Ja, dat zijn we inmiddels. Hè. Wat gebeurt er allemaal hier? Ja. Ik ben zo benieuwd. Nou, we groeien natuurlijk. En 75 is natuurlijk een behoorlijke tijd. En waarvan ik... Uit mijn hoofd vanaf 60 jaar ben ik begonnen ongeveer. Dat is iets ervoor, zelfs 59. Ja. Dus inmiddels 16 jaar ben ik ondernemer. En het is nu 75 jaar, dus daar ben ik inderdaad trots op. Ja. Nou, dat kan ik me voorstellen. Ja. Jongen, ja. Dat ziet er goed uit. Veel veranderingen weer. Ja? Een andere vestiging hebben we erbij in Hovenga. Heb er iets over gelezen op de socials trouwens, hoor. Ja, ik zag het voorbij flitsen. Maar dat gaat zo met die socials. Dat gaat zo snel allemaal. Ja, klopt. Ja, Hovenga. Ja, Regiobank had ik begrepen. Ja, want ik vond het wel belangrijk om onze dienstverlening ook te verbreden, zeg maar. En daarnaast ook onze producten. Nou, je ziet gewoon ons marktgebied is, Wolvega, Stellingenwerf erbij. Het persoonlijke wat we belangrijk vinden past er goed bij de identiteit, dus de regiobank. En daarnaast hebben we ook gewoon de betaalproducten, de ondernemersrekeningen, de bedrijfsfinancieringen. Dus dat hebben we er nu bij gekregen ten opzichte van wat we hadden. Grappig, want we hadden het er toen over, weet ik nog wel, in dat eerste gesprek wat wij hadden. Dan had je het ook over de service. Dan had ik het ook nog wel een beetje kritisch ten opzichte van banken. Dat het allemaal wat afstandelijker werd. En nou, kijk hier, staat hier een nieuwe bankondernemer. Ja, laat ik het zo zeggen. Wat ik het belangrijkste vind is dat ik bij de tijd blijf. Ja. Dat ik de mensen kan bieden wat ze nodig hebben, wat ze van mij kunnen krijgen. Ja. En in deze tijd merk je gewoon dat het steeds onpersoonlijker wordt. Dat je niet teruggebeld wordt of dat je geen korte lijnen meer hebt, maar dat je eigenlijk Jantje of Pietje Klaasje die je altijd sprak, dat je die eigenlijk niet meer kan bereiken. Nou, en wij willen juist die korte lijnen blijven behouden. En ook dat, moet ik eerlijk toegeven, is voor ons ook steeds ingewikkelder. Ja. Want ik heet Willem. En iedereen precies. Dus iedereen die kent mij. En die zegt van, mag ik Willem even? En dat is natuurlijk lastig, want ik kan niet in 100 gedeeld worden. Hè? Nee. Maar goed, dus, je hebt al collega's. Daarom, allemaal leuke collega's. Daarom, en die zijn ook allemaal gemotiveerd. Daarom. Dus, die heten wel geen Willem, maar ja. Nee, klopt. En dat probeer ik ook uit te leggen, ook naar mijn collega's toe. Wat ik uiteindelijk heel belangrijk vind, is dat we een bepaalde identiteit hebben. Ja. En de identiteit is dat we persoonlijk zijn en dat we voor de mensen klaarstaan en dat we gewoon er zijn op het moment dat ze ons nodig hebben. Met andere woorden, jullie faciliteren onder andere verzekeringen, bankgebeuren, dus het pakket is gewoon breder geworden. Teken, en daar is inmiddels ook Wolvega dan bijgekomen en dat gaat gewoon door. Heb je het gevoel dat de economie ook weer aantrekt in dat opzicht? Nou, in begin dit jaar had ik wel eventjes zoiets van, gaan we dat dingen veranderen? En hoe gaat het komen? En toen was ik uiteindelijk ook hartstikke blij dat ik die bank begonnen was. Omdat we dan ook de volledige focus konden leggen op de betaalproducten. Zodat we dat ook aan de man konden brengen. Maar gaandeweg merkte je toch weer dat er weer wat op de markt gebeurde. Dat de verkopen weer meer in gang werden gezet. Waardoor wij dus ook hypotheken kunnen regelen. Oversluiten is natuurlijk iets minder geworden, omdat de hypotheekrentes hoger geworden zijn. Hebben jullie er veel last van? Of in de business dan? Nou, laat ik het zo zeggen, we hadden ongeveer procentueel 30-40% oversluiters op jaarbasis. Nou, dat is denk ik wel voor 25-30% weggevallen. En daar moeten wij in compenseren in verhogingen, zeker verduurzamen, wat tegenwoordig een enorm belangrijk item is. Ja. En daarnaast natuurlijk de aankopen en van de woningen. En dat we daar de hypotheek voor regelen. En wat nou mooi is tegenwoordig is, dat je dus juist omdat we actief geweest zijn in de goede tijden, hebben we de rentes dus door het oversluiten de goede rentes gehanteerd. Ja. En de mensen die nu willen verhuizen, die kunnen gewoon nu de huidige rente, die ze op de hypotheekrente hebben, tot de schuld die ze nu hebben, kunnen ze de huidige rente meenemen. En die verhoging is dan het hogere rente, zodat het uiteindelijk dan niet eens extreem hoger wordt. Nee, precies. Dan is het nog wel mooi gemiddeld, zeg maar. Ja, dat is mooi. Ja.
Dus jongen, jongen, wat een ontwikkelingen zijn. Ja, zeker weten. En personeelsbestand, hoe zit het nu in elkaar? Hoeveel mensen heb je nu aan? Op dit moment zijn we met z'n tienen. Waarvan een aantal weer gaan vertrekken. We hebben Tim bijvoorbeeld, heeft hij 5 jaar bij ons gezeten. We hebben hem helemaal opgeleid, zeg maar. En die heeft nu weer andere plannen, ontwikkelingen. Hij wil iets in het vastgoed gaan doen. Okay. En dan hebben we stagiaires die natuurlijk opgeleid worden en die op den duur weer zoiets hebben van ik wil verder en ik wil doorgroeien. Ja. En op zich jijzelf trouwens, hoe wil je doorgroeien? Wil je nog een bank erbij? Wil je nog meer vestigingen? Of wat is de bedoeling? Ja, dat is een goede vraag. Al die is een goede vraag. Zie, wat ben ik wel heel benieuwd naar, want dat is snap je bent wel aan het in de ondernemer. Klopt. Ja. Nou, die drijf is er, alleen wat ik belangrijk vind is dat de fundering eerst goed moet zijn. En in die fundering, daar ben ik achter gekomen toen ik zeg maar Wolvega helemaal van nul heb opgestart. Dat er best wel veel dingen naar voren kwamen. En dat het groter werd en waardoor ik uiteindelijk minder grip kreeg over bepaalde situaties. Dus een voorbeeld daarvan is je collega's die je op dit moment hebt als team, waar we een enorm hecht team hebben. Dat ik dat stukje vergat te communiceren om te zeggen dat er geen vorderingen waren. Voor mij was het logisch, want ik had zoiets, er is nog niks gebeurd. De melodie was voor jou bekend. Precies. Ja. En daarnaast was ik natuurlijk ook, wat ik dacht van we leven in een digitale wereld. We hebben snel met elkaar contact, dus er zullen geen problemen ontstaan met de teambuilding, et cetera. Maar toch zie je ook daarin, omdat het onrustig is dat de ene in Wolvega zit of de andere zit in Heerenveen, dat soms wel eens lastig kan zijn. Ja, en wisselen ze ook een beetje, dat je een weekje in Wolvega, een weekje Heerenveen? Nou, niet een weekje. Paar dagen of een maandje. Wat we nu hebben gedaan is we hebben een vast iemand aangenomen voor Wolvega. Die is daar eigenlijk een vast gezicht en die leiden wij zelf op. Want die komt vanuit een kledingwinkel uit Wolvega. Die gaan we zelf opleiden tot wij denken van die krijgt de identiteit in de cultuur en de mentaliteit van de goede. Ja. En vanuit dat perspectief zetten we er iemand naast vanuit Heerenveen die daarin kan gaan begeleiden. En, grappig eigenlijk, hè, dat hij uit een kledingzaak komt. Wat leuk. Klopt. Dus je zou bijna zeggen, je gaat de bank binnen, ik kom volledig maar als een ander mens. Maar uiteindelijk is het ook zo dat De belangrijkste punten bij ons bedrijf is je eigen identiteit, je persoonlijke karakter. Ben je geïnteresseerd in de mensen? Ja of nee? En vanuit dat perspectief, als je weet wat er speelt bij de mensen, kun je daar ook op anticiperen. Ja. Nou, en dat is een stukje wat we proberen ook over te brengen naar de nieuwe mensen. Nou, en wat betreft de persoon die we aangenomen hebben in Wolvega, die heeft begeleiding nodig. We hebben dus, we proberen daar zoveel mogelijk tijd en energie in te zetten. Daarnaast hebben we inderdaad vanuit Heerenveen bepaalde specialismes. Zoals hypotheken, bedrijfsfinancieringen, zakelijke verzekeringen. En daarvan, op het moment dat er een afspraak is voor een hypotheek of een zakelijke verzekering of iets complex, dan komt dat vanuit Heerenveen, kunnen we het advies daar extra aan geven. Ja, Willem, we staan weer in een hele mooie, bijzondere ruimte hier, hè, met jouw kantoor in Heerenveen. Mm-hmm. En we hadden het net over trends. Wat zijn de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van verzekeringen? Heb je complete weer nieuwe pakketten of hoe zit dat precies? Je ziet dat er steeds weer qua zakelijke verzekeringen, dat er steeds meer uitsluitingen gedaan worden voor grotere partijen. Dus de risico's worden steeds groter voor verzekeraars, waardoor ze ook heel veel niet meer willen accepteren, zeg maar. Hè? Dus ze hebben een bepaalde maximumbedragen, et cetera. Dus je komt veel vaker op de beurs terecht. En dan, dat houdt ook automatisch in dat het niet meer een standaard verzekering is. Nee. En dat het uiteindelijk op de markt, op de beurs gezet wordt. En waardoor je premie moet gaan inkopen. En dat je de risico's verdeeld worden onder de verzekeraars. Ja, ik zit bijvoorbeeld zelf met evenementen en dergelijke. Hè. Dat is ook precies. Doe je daar ook wel wat in? Ja, zeker. Evenementenverzekering, ja. Wat is dan handig om gewoon een totale pakket of een verzekering te hebben? Of gewoon een verzekering per evenement af te sluiten? Ben ik wel even benieuwd. Dat is afhankelijk van hoeveel evenementen je natuurlijk hebt en wat de bedragen zijn. Ja. In het algemeen, als je meerdere evenementen hebt per jaar, dan is het verstandig om een doorlopend evenement te hebben. Ja, oké. Dat heb ik nu ook. Ja, klopt. Goed. Goh. Nou, en Heerenveen. Wolvega, wat komt er nog aan? Nou, zie, sowieso, we gaan ons focussen op de bedrijfsfinancieringen. Want dat zie ik wel als een stuk komen waar banken zeg maar, nu minder aandacht en focus op leggen. Hoe zou dat komen, denk je? Door het persoonlijke contact, het stukje meedenken. Je hebt tegenwoordig zo'n stoplicht effect van groen, rood of oranje. Nou,
En als dat er niet tussen past, dan wordt hij niet geaccepteerd. Maar soms is het ook anders. Hè? Soms is het bijvoorbeeld een bedrijf halverwege is overgenomen door een andere partij, maar bestaat het bedrijf veel langer. Maar het systeem ziet niet in de KVK dat je dat zeg maar al eerder begonnen bent. En daarnaast kan het ook vaak zijn dat je een stuk eigen geld hebt. En dat je dat extra in kan brengen of een aparte rekeningkrant extra opent. Om uiteindelijk wel hetgene te gaan realiseren wat de ondernemer uiteindelijk van plan is. Waardoor je hem enorm helpt door zijn toekomstplannen. Ja. Nou, en dat vind ik geweldig om mee te denken met zo'n ondernemer. Om te kijken van hoe kan ik de ondernemer helpen? Hoe zorg ik ervoor dat hij of zij op een hoger level komt? Hè? Hoe kan ik hem laten groeien? Zo leuk ook voor binnenkort omdat je een keer een leuke presentatie doet bij ons netwerk. Ja. Dat je daar even wat meer over kan vertellen. Want we hebben natuurlijk allemaal van die ondernemers in onze club. Mm-hmm. Leuk joh. Ja, ik ben benieuwd naar. Zie je, en ons item, ons slogan, dat hebben we ook lichtelijk veranderd weer de afgelopen jaren. Ja. En dat is financieel laten groeien. En wat we ermee bedoelen is dat we niet alleen kijken naar een verzekeringspakket. Of het goedkoper of duurder of anders moet. Maar dat is meer naar de financiële situatie kijken. Van wat heb je nodig? Wat wil je eigenlijk? Wat wil je bereiken in je toekomst? En daar gaan we naar kijken, hoe kunnen we zorgen dat je naar je doel uiteindelijk toekomt? En in mijn beleving zou iedereen met een doel moeten gaan leven, waardoor je veel beter weet waar je aan toe bent en hoe je dat kan realiseren. Ja, klopt. Ja, want je zit natuurlijk ook altijd weer met de prijs, hè? De prijzensituatie. Hè? Mm-hmm. Want sommige mensen zijn ook oververzekerd, heb ik begrepen. Hè? Dan hebben ze zoveel verzekeringen, dan laten we het maar doen. Ja. Maar dat is natuurlijk ook wel belangrijk, qua kosten. Hè? Klopt, alleen ik zie ook dat tegenwoordig, qua verzekeringen, is premie niet echt relevant meer. Nee. Tuurlijk moet je niet de duurste zijn, maar het is het belangrijkste dat ze de aandacht krijgen. En op het moment dat ze een vraag hebben, dat ze die kwijt kunnen en dat ze hun antwoord kunnen krijgen. Juist. En dat kan bij de goede. Ja, we hebben een aantal mogelijkheden. We hebben een chatfunctie, we hebben een WhatsApp-functie, we hebben een persoonlijk, we kunnen telefoon, je kunt binnenlopen. Dus uiteindelijk proberen we het makkelijker te maken. We zien wel dat het organisatorisch voor ons eigen bedrijf soms lastig is om dat allemaal, zoveel kanalen, om dat allemaal fijn te tunen en zodat iedereen er betrokken bij blijft, om dat ook te blijven evenaren. Want je groeit dus bedrijf, je klanten worden groter, we willen iedereen uiteindelijk ook kennen. En om daarin ook grip te gaan behouden. En dat stukje, dat is voor ons een uitdaging om dat te gaan doen. Hoe kunnen we dat fine-tunen? Hoe kunnen we zorgen dat we wel die aandacht geven? En dat iemand wel het antwoord direct krijgt. Zonder dat we te maken hebben met ook interne dingen. Hè? Een voorbeeld daarvan is, het personeel in het algemeen werkt in het algemeen geen 40 uur meer. Hè? Dus het is vaak dat je met minder uren moet je oplossingen gaan bedenken. Omdat de maatschappij verandert. Hè? Er zijn veel meer dingen die tegenwoordig belangrijk zijn. Kinderen die naar de zwemles moeten, de voetbal, dingen die thuis gebeuren. Tegenwoordig moet het allemaal overdag. Ja, het is ook hartstikke belangrijk, precies. Willem. Ja. Even met die kinderen naar Tenerife, of waar ben je geweest? Tenerife inderdaad. Dat is niet onbelangrijk. Nee, dat klopt. Het is ook een kwestie van het genieten moet je niet vergeten, hè, van klopt. Het leven. Het leven is maar betrekkelijk. Daar hebben we het ook wel eens over gehad, volgens mij. Vorige keer ook al in het vorige gesprek. Dus ja, dat zijn allemaal wel die zaken die je even in je achterhoofd moet mee laten weten. Ja, zie, wat je zegt, dat is voor mij een enorm belangrijk item. Alleen, je blijft verantwoordelijk over dit bedrijf. En je kunt zeggen van, ik ga minder werken en dat wil ik ook graag en dat is mijn focus ook. Alleen, je hebt altijd te maken, als je een groei hebt, dan heb je te maken met dat je dingen moet veranderen. Om uiteindelijk te zorgen dat mensen eraan gaan wennen of dat je zelf eraan gaat wennen. En zo zijn er heel veel elementen die veranderen in je organisatie. Nou, als je een stabiele periode hebt, dan ga ik inderdaad heel graag op vakantie om even alles los te laten. Van hetgene wat er gespeeld is. En doe je dan al zo al vakantie? Wat hou je daarmee bezig? Ga je dan wandelen of zo met je gezin? Of ga je wat wilde dingen doen? Skiën? Wat ik afgelopen jaar heb gedaan is, we zijn naar Mallorca geweest in de zomer. Toen zijn we in de herfstvakantie zijn we naar Disneyland geweest met de kinderen. Ach, geweldig. En in december zijn we naar Lapland geweest. En dat zijn dus dingen die, je kunt alleen maar één keer de herinneringen maken. En ik wil niet gezien worden als de papa die altijd aan het werk was. Maar ik wil ook de papa zijn die er altijd voor hun is. En voor mijn vrouw. Maar wat ik zeg, dat is voor mij blijft dat een uitdaging om te zorgen dat je die balans te vinden. Dat je bij je gezin bent en bij het bedrijf bent. Omdat je wel wil dat je ook de zorg hebt over je collega's. En uiteindelijk ben ik, ook voor mijn collega's wil ik er altijd zijn. Op het moment dat er dingen spelen, wil ik ze kunnen helpen. En dat is iets wat ik nu geleerd heb. Is dat
als ik mijn mensen extra ga helpen en ga coachen en ga stimuleren, in plaats van zelf harder te gaan lopen en met klanten in gesprek te gaan, dat ik veel meer bereik, dat ik zeg maar mijn mensen help en coach en dat ik er ben wanneer ze mij nodig hebben. Want dat is uiteindelijk mijn gereedschap voor het bedrijf. Ja. Dat zijn eigenlijk de mensen die mijn klanten, onze klanten, van dit bedrijf goed kunnen bedienen. Niet ik alleen. Dat dus, doe je met elkaar, samen daarom, in het team. Ja. Maar ik vond dat in het verleden vond ik dat veel makkelijker. Want dan zat je aan een tafel met z'n vieren en dan sprak je met elkaar en dan zei je tegen elkaar, hey, we moeten eigenlijk nog een paar afspraken in de agenda hebben. En we belden op en we hadden gelijk die afspraken in de agenda en we waren gelijk weer actief. Ja. Maar als dat nu speelt, dan heb ik weer eerst 9 man die zeggen, ja, maar waarom moet ik dat doen en wat is eigenlijk de reden ervan? Dus we moeten eerst eigenlijk bij de kern beginnen van, wat is ons doel als bedrijf, waar willen we heen? En vervolgens brengen we dat over op de collega's van waarom we dat doen. En dan gaan we een proces inrichten hoe we dat gaan doen. Je laat je best wel veel zien op social media. Hè? Die hele geschiedenis van jullie bedrijf. Vanaf je vader, tijd, daarvoor zelfs. Ja. Hè? Dat is best wel een hele periode geweest. En dat laat jullie een beetje terugkomen. Klopt. Dat ziet er goed uit, moet ik zeggen. Ja, nou, wat de reden erachter is. In eerste instantie verschelde ik me eigenlijk achter dingetjes. En deed ik gewoon mijn ding. Het ging ook hartstikke goed. Ik ging posten wat we deden, et cetera. Maar uiteindelijk, we komen ergens vandaan. En ik vond het heel erg belangrijk om te laten zien aan de mensen en de mensen die ook ons kennen, om ook ons kwetsbaar op te laten stellen en te laten zien van waar komen we eigenlijk vandaan, hoe hebben we dat opgebouwd en waar staan we nu eigenlijk. En dat je niet altijd zomaar ergens gaat komen, maar dat je door vallen en opstaan, door te leren, dat je uiteindelijk steeds sterker en krachtiger gaat worden. En ik moet eerlijk bekennen. Nou komt ie. Ja, ik ben nu 15 jaar, langer dan 15 jaar ondernemer. Ja. En dat ik nu pas echt die rust ervaar soms van het komt wel goed. En dat was die jaren ervoor, vooral de eerste 10 jaar, hebben mij enorm veel energie gekost van het feit van hoe gaat het komen, slapeloze nachten, et cetera. Om uiteindelijk mijn doel die ik altijd voor ogen had te bereiken. Maar het is zoveel meer dan alleen het doen van dingen die jij in je hoofd hebt, maar ook het overbrengen, maar ook de manier, hoe ervaren mensen mij, hoe zien ze mij, hoe kan ik eventueel anders overkomen, zodat ze me beter gaan begrijpen, wat ik uiteindelijk dat je echt bedoel. Echt leren kennen, hè? Dat je eigenlijk ook met zitten met Henk hebt gezien, dat ze eigenlijk heel veel van je weten, dan op een gegeven moment, hè? Je stelt je kwetsbaar op, maar de mensen leren je wel kennen en dat maakt het ook sterk, hè? Denk ik wel. Zie, het belangrijkste voor mij is, ik ben nu 42 jaar. Ik heb nu wel geleerd dat je eigenlijk alleen maar dingen gaat bereiken door met dingen met mensen te kunnen delen. Door te vragen aan mensen wat ze er uiteindelijk van vinden. En er ook iets soms mee doen. Mm-hmm. En daarnaast enorme het doorzetten. Door door te zetten en door de drijf te hebben en het doel te hebben, ga je dingen bereiken in mijn beleving. En niet zonder doel, want zonder doel ga je nergens komen. Nee, we hebben nu weer het doel, hè? Ja. 75 jaar. Ja. Nee, zeker dat gaan we vieren dit zeker jaar. Weten. Ja. We zijn wat te vroeg, geloof ik. Nee, zeker niet te vroeg. Nee. Afgelopen januari zijn we 75 jaar. Oké, dus dit jaar, het hele jaar staat in het kader van 75 jaar de goede. Ja, ben ik echt wel trots op. Nou, dat mag je best zijn. 75 jaar is een end, hoor. Ja. Ja, zo. Ik ben ook wel benieuwd, hè, want die 100 die moeten we natuurlijk gaan bereiken. En nog verder natuurlijk. Alleen in eerste instantie die 100 straks. Hoe we dat gaan bereiken en of ik dat dan zelf ben. Of dat het misschien familie is, hè, mijn kinderen of anderen. Daar ben ik wel nieuwsgierig naar natuurlijk. Alleen jij weet het niet. Je weet het niet. Hè? Maar ik heb voor nu de enorme drijf om dat te behouden. Ik heb zoiets van, ik zit in mijn kracht op dit moment. Ik weet wat ik wil. Ik wil weten waar ik naartoe wil. Ik ben blij waar ik in verkeer. Ik voel me goed. Ik heb een lief gezin. Ik geniet enorm van mijn gezin, van mijn bedrijf, van mijn collega's. Nou, en van mezelf. Hè. Ja. Daarnaast zit ik ook veel te hard lopen. En je moet het van jezelf houden uiteindelijk. Anders kom je nergens als je niet van jezelf houdt. Ja, klopt. Dat is klopt. Ja, dat zijn wel dingen die je leert in het leven. Waardoor je wat meer fundamenten hebt. Waardoor je denkt van, hey, ik moet me eigenlijk helemaal niet zo druk maken. Want ik doe het eigenlijk hartstikke goed. Ja, dit doet het hartstikke goed toch. Het is toch heerlijk het leven. Ja. En kijk, 75 jaar. Ik wil er graag bij zijn, Willem. Ja, we hebben 12 mei hebben we een open dag weer. Hè, van 2 tot 5. Vind ik ook belangrijk om dat weer te delen met mensen.
om te laten zien van wat doen we, waar staan we voor. Even het praatje, even een kopje koffie, biertje als je het zou willen of iets wat erbij. Hè? Ja. En 's avonds hebben we voor onze vrienden en kennissen en mensen die betrokken zijn met het bedrijf. Die komen 's avonds het feest vieren zeg maar, vanaf 8 uur leuk man. Tot en met 12 uur. 12 uur toch? En voor de rest gaan de luiken gewoon dicht en dan zien we het wel. Toch? Daarom. Okay. Ja. En dan nog even een stukje hardlopen, want dat doe je ook nog steeds. Zeker. Want ik zie er wel eens wat voorbij komen met tijden. Dat je, zie de snelheid, daar gaat het uiteindelijk niet om. Nee, het gaat om de fitheid. Hè? Ja, nee, precies. Ja. Dus ik probeer 3 tot 4 keer in de week te hardlopen. Minimaal. Daarnaast nog wat andere activiteiten qua sport. Maar met die discipline wil ik aanhouden. Dat ik ook tijdens mijn vakantie blijf ik ook gewoon hardlopen. Wat ik daarmee bereik voor mezelf is het goede gevoel. Het sterk blijven, het krachtig blijven en het overzicht blijven houden van hetgene wat je. Ja, wat je op dat moment ervaart. En soms spelen. Het gaat niet altijd heel makkelijk. Er zijn ook dingen die spelen. Daar moet je weer een oplossing voor bedenken. En dat moet je ook weer loslaten. En dat geeft mij in dit geval met hardlopen, kan ik daar in ieder geval een groot deel ook kwijt, zeg maar. Kun je ook weer een luikje sluiten en alleen maar concentreren op het hardlopen. Klopt. En daarnaast komen er ook weer ideeën. Goed, man. Ja. Hey, leuk om hier te zijn. Ja. En bedankt natuurlijk voor jullie gastvrije ontvangst. Jij ook hartstikke bedankt. Ja, jullie, maar dat was de vorige keer was het ook heel gezellig. Ja. En veel geleerd. Ja. En ik hoop dat de ondernemers die gaan kijken, dat ze er ook weer wat van meenemen van dat enthousiaste verhaal van jou. Hoop ik ook. Dank je wel. Hoe is het nu met...